Dit is Marieke Vermeijeren van de Bewustzijnsschool uit Amsterdam. Dit is weer een nieuwe aflevering van de podcast die jij in heel Nederland kan luisteren vanuit je stoel, vanuit de trein, vanuit het vliegtuig, waar je dan ook maar bent. Om jou de tools en tips en tricks, inspiratie, informatie en extraordinary kennis te geven, zodat jij het leven kan leiden en het leven kan vormgeven zoals jij het optimaal voor jezelf voor ogen hebt. Want dat is immers de bedoeling. Welkom bij weer een nieuwe podcast. In deze podcast ga ik jullie 10 tips geven voor als je HSP bent. Mijn naam is Daphne Mudder en ik geef les op de Bewustzijnsschool in de kracht van visualisatie. Daarnaast bied ik bij Daphne Weet Raad verschillende workshops, trainingen en coachtrajecten aan voor iedereen die bewuster wil leven en dienstbaar wil zijn aan zijn of haar potentieel. Ik bied een combinatie van burn-out, HSP, loopbaan en lijfcoaching aan. Misschien ben je er net achter gekomen dat je HSP bent. Misschien heb je een vermoeden. Wellicht ben je gewoon benieuwd. Ik ga je meenemen in 10 tips speciaal voor HSP'ers. En ik hoop dat je na deze 10 tips iets meer balans kan vinden. Tip 1 is: bewaak je energie. Heel veel HSP'ers hebben er moeite mee om zich af te sluiten voor de energieën van andere mensen. Wat er gebeurt als je in een trein zit, door een drukke winkelstraat loopt of in een kantoortuin werkt, is dat je je 's ochtends best prima voelde toen je opstond, maar dat je na een aantal uur helemaal leeggezogen bent. Je kan je verdrietig voelen, angstig zijn, boos zijn. En deze gevoelens kun je niet plaatsen. Je hebt geen idee waar deze gevoelens vandaan komen. Wat je wel weet, is dat je op bent. Vermoeid, geïrriteerd, verdrietig. Maar je weet niet waardoor dit komt. Wel weet je dat deze energieën misschien niet van jou zijn. Wat kan je hier nou tegen doen? Tip 1 is de discobal. Ken je dat gevoel? Dat je je dus best goed voelt toen je opstond en opeens bam, foetsie je energie. Soms zou ik zelf wel eens willen dat ik een camera had, zodat ik even terug kon spoelen naar het moment dat ik mijn energie verloor. Het bewaken van energie is voor HSP'ers heel erg belangrijk. De discobal. Als jij 's ochtends opstaat, visualiseer jezelf dan in een discobal. Zo'n zilver ding met allemaal van die spiegeltjes erop. Doordat er op die bal allemaal spiegeltjes zitten, weerkaatst de energie van andere mensen via die spiegeltjes weer terug naar de mensen waar die energie van is. Alle energie die van jou is, die blijft in de bal. En de energie van anderen weerkaatst via de spiegeltjes weer terug naar diegene van wie de energie is. In de discobal zitten van die kleine gleufjes. Jij kan ervoor kiezen om door de gleufjes de fijne energie die je binnen wil laten komen, binnen te laten, maar dan wel bewust. Sommige mensen doen dit ook met een cape of die visualiseren dat ze in een ei zitten. Ik heb zelf gemerkt dat het voor mij echt noodzakelijk is om te doen, omdat ik anders niet weet welke energie er van mij is en welke energie er van andere mensen is. Wanneer je dit consequent doet, dus voordat je opstaat, de discobal om je heen, alle energie in de discobal is van jou, alle energie van anderen, die blijft buiten jouw bal, zal je zien dat je echt veel beter je energie gaat bewaken. Je bent gedurende de dag beter beschermd. In het begin dacht ik zelf, leuk verhaal zo'n cape of een discobal of een ei. Maar het werkt niet.
ik voel me niet lekker. En ik kon niet geloven dat ik echt de energie van andere mensen oppikte. Totdat ik op een avond op de bank zat en ik heel erg last van mijn teen kreeg. Ja, je hoort het goed, mijn teen. Steken en ik dacht, dit is niet normaal, want ik heb hem niet gestoten. En een uur later belt mijn vriendin, een vriendin mij op om te zeggen dat ze haar teen gebroken heeft. Dat was voor mij een heel helder moment waarop ik dacht, oké, als ik dit dus kan, dan kan ik me ook voorstellen dat wanneer ik in een kantoortuin aan het werk ben, of in een trein stap of in een drukke winkelstraat loop, dat ik echt de energie van andere mensen oppik. Als je hier bewust mee omgaat met jouw discobal, je cape of wat voor jou werkt, dan ben je gedurende de dag beschermd. Wat ook kan helpen, is om soms even de ruimte te verlaten, je handen te wassen, opnieuw deze discobal, cape of een ei om je heen te visualiseren. En je zal zien dat je echt beter gaat voelen. Door naar tip 2. Laat je batterij tijdig op. Als HSP'er heb je nu eenmaal meer verwerkingstijd nodig dan iemand die niet HSP is. Dat komt omdat je op diepere lagen dingen verwerkt. Dat is eigenlijk fantastisch mooi, want op het moment dat je dit kan gaan inzetten als kracht, dan kan je hier ontzettend veel mee. Wanneer je hier nog niet zo behendig in bent, vind je het lastig omdat je gauw vermoeid raakt, overprikkeld. Wanneer jij niks doet, is je onderbewuste alsnog heel hard aan het werk. Ik zie dit dus echt als een gave. Maar dat komt een andere keer. Nu eerst tip 2. Het is heel belangrijk dat je tijdig niks doet. Plan tussen activiteiten door echt een rustmoment in. Zorg ervoor dat die batterij niet in het rood komt te staan. Dat is namelijk het recept voor een geslaagde burn-out. Tijdig niks doen. Met tijdig niks doen bedoel ik ook je batterij opladen door in het weekend 3 uur een boek te lezen, te wandelen, tv te kijken. Heel veel HSP'ers hebben zichzelf aangeleerd dat je pas mag ontspannen wanneer er een prestatie tegenover staat. Dit betekent dat wij eerst van onszelf hard moeten werken. Pas wanneer wij hard gewerkt hebben, mogen we ontspannen. Als je kijkt naar de Surinaamse cultuur of de Italiaanse cultuur, dan kunnen HSP'ers daar echt van leren om veel meer te genieten en een manana mentaliteit te creëren. Door naar tip 3. Op de een of andere manier zoeken HSP'ers heel veel bevestiging bij andere mensen. Dat komt omdat ze zich niet altijd bewust zijn dat wij, HSP'ers, dingen op diepere lagen verwerken. Hierdoor is ons hoofd overontwikkeld en gaan wij vaak op zoek naar mentale oorzaken voor een probleem dat wij ondervinden. Wanneer wij op zoek gaan naar mentale oorzaken, dan gaan wij de oplossing niet vinden. En omdat we dat weten, gaan we bevestiging zoeken bij andere mensen. En dat is het hoofd. Tip 3 is, zoek bevestiging bij jezelf. Omdat veel HSP'ers een overontwikkelde mind lijken te hebben, omdat je ooit besloten hebt dat het beter was om niet meer te voelen, omdat die gevoelens zo intens zijn dat je geen raad weet, niet weet hoe je daarmee om kan gaan. Tip 3 is daarom zoeken in jezelf. Bevestiging vragen werkt averechts. Jouw intuïtie is zo super, super sterk dat jij het eigenlijk allemaal weet van binnen. Alleen is er vaak een gebrek aan vertrouwen of geloof in jezelf. Dus vraag eens geen bevestiging. Tenminste, vraag de bevestiging in jezelf, want je weet het wel. Hoe je dat doet? Door je ogen te sluiten
als je een probleem hebt of iets waar je mee zit. En te vragen aan jezelf wat jij kan doen om dit op te lossen. Ik garandeer je dat jij de oplossing gewoon hebt. Alleen is dit nieuw, is dit anders kijken naar de situatie. En daarom gaan we op de oude voet verder en vragen we bevestiging bij andere mensen. Probeer vanaf nu, dat is dus tip 3, bevestiging te zoeken bij jezelf. Want alle antwoorden zitten in jou. Tip 4. Niks doen is juist iets doen. Veel HSP'ers vinden het heel moeilijk om niks te doen. Te relaxen, te ontspannen. Zonder dat, zoals ik net al zei, daar een prestatie tegenover staat. Niks doen is juist iets doen. Wanneer jij een probleem ervaart en heel erg gaat nadenken, ga je vanaf nu eens niks doen. Een rondje lopen, een muziekje luisteren. Het chillen is, en super bijzondere en de gave die jij eigenlijk hebt, is dat jouw onderbewuste het gewoon overneemt. Dus niks doen betekent je onderbewuste aan het werk zetten. Hoe mooi is dat? Tip 4 is dus vertrouw op je onderbewuste door niks te doen. Mensen zeggen vaak, oh, maar hoe kan ik het nou als kracht inzetten dat ik HSP ben? Onder andere door dit te doen. Naarmate jij leert dat jouw informatie die jij in jezelf hebt, jou gewoon wordt aangereikt, ontstaat er vertrouwen en geloof in jezelf. Daardoor wordt de bevestiging zoeken minder en ga je genieten van het niks doen, waardoor je batterij sneller opgeladen wordt. Door naar tip 5. Jouw fully focus wekker. Je hoort het goed. Een wekker. Herken je dat? Dat je helemaal in een super focus zit qua werk. Of als je iets leest en je helemaal de tijd, de ruimte vergeet. Omdat je zo enthousiast en creatief bent. Dat je in een soort van super zoom focus gaat. En dat kan uren doorgaan. Dit is tevens een kracht van HSP'ers. Maar het is heel belangrijk dat je ook hierin niet gaat overdrijven. Tip 5 is daarom de focuswekker. Omdat wij HSP'ers als een soort van bezetene op kunnen gaan in de materie, ons enthousiasme of onze creativiteit, is het belangrijk dat je zo nu en dan een wekker zet om even te ademen en iets anders te gaan doen. Zit jij in zo'n super fully focus moment? En weet jij dat je hierin gaat zitten of dat je een dergelijke activiteit gaat doen? Zet je wekker, zodat je na 30 minuten even een adempauze neemt. Tip 6. Kort en bondig zijn. Veel HSP'ers zijn heel lang van stof en dat komt omdat de gedachten en beelden in het hoofd veel sneller gaan dan je in woorden kan uitspreken. Ik ging al bijna de mist in. Het is dus heel belangrijk dat jij leert dat hoe het in jouw koppie hoofd werkt. Jouw gedachten en beelden gaan zo snel voorbij dat dit soms heel lastig te vatten is in woorden. Soms weet je precies wat je wilt zeggen, maar de verwachtingen van die jij van je omgeving hebt, die jij dus bedenkt, maken dat je heel langdradig bent of niks zegt. Of je bent heel lang van stof, of je kruipt naar de achtergrond en denkt, ik zeg maar gewoon even niks. De tip is daarom, wees kort en bondig en zeg wat je denkt. Vraag jezelf 3 keer per dag af of je kort en bondig bent. Zo niet, verander dit en spreek je uit. Dit gaat je sowieso een goed gevoel geven. Jij kan dit. Tip 7 is je gevoel erkennen. Feelings. Gevoel. Soms ben je zo druk in je hoofd, in je enthousiasme of wat je dan ook maar aan het doen bent, dat je vergeet te voelen.
Voelen is voor HSP'ers, en ook voor andere mensen overigens, essentieel. Neem dagelijks een moment om te voelen. 10 keer in- en uitademen en voel wat er te voelen is. Dit was tip 7. Gaan we door naar tip 8. Tip 8 is bye bye perfectionista. Perfectionisme. Yes, we kennen het allemaal. Perfectie gaat hand in hand met streng zijn voor jezelf en moeten. Zeg maar bye tegen je BFF perfectionista, want deze vriendin gaat je zeker niet helpen. Het veroorzaakt uitstelgedrag, weerstand en heel veel moeten. Wat weer stress veroorzaakt. Schrijf eens op wanneer jouw vriendin perfectionisme jou in de greep heeft. Wanneer je er als een helikopter boven gaat hangen, dan weet je op een gegeven moment, dit is mijn drang naar perfectie. Het dient me niet, dus ik kan het loslaten. Vervolgens kan je het gaan veranderen. Tip 9. De natuur. Woon jij in de stad? Dan is het aan te raden om geregeld de natuur op te zoeken. In zijn algemeenheid hebben mensen die in de stad wonen en HSP zijn last van de prikkels. Tip 9 is daarom, ga 1 keer per week tenminste de stad uit en ga de natuur in. Dit zal je goed doen. Tip 10 is werk. Hou jij van je werk? Misschien is het wat heftig wat ik nu ga zeggen. Maar ik ga het toch doen. Werk jij nu in een kantoortuin? En daarmee bedoel ik een open ruimte waar iedereen achter zijn laptopje zit in hetzelfde kantoor. Dat is funest voor HSP'ers. Kantoortuinen putten je hoe dan ook uit als je HSP bent. Dus neem dit serieus. Tip 10 is, als je je baan niet leuk vindt of je werkt in een kantoortuin, neem dit dan serieus. Als je dienstbaar wil zijn en jouw potentieel, en jouw potentieel is in deze dat je HSP bent, en je wilt de verantwoording of verantwoordelijkheid nemen voor jezelf, dan is het heel belangrijk om je leven zo in te richten dat je goed voor jezelf wordt en zorgt. Vind jij je baan op dit moment niet leuk? Neem dit dan serieus. Werk je in een kantoortuin? Neem dit ook serieus. Zingeving en autonomie kunnen HSP'ers niet uitzetten. Zingeving vindt men over het algemeen heel belangrijk in hun werk. Neem dit dus serieus. Je kan zingeving niet uitzetten, je perfectionisme wel, die tegen je zegt, gewoon doorzetten, niet zo aanstellen, anders ben je een jobhopper. Jobhoppen is overigens ook een keuze. Wat je wel zou kunnen doen, is van baan veranderen. Het is super belangrijk dat jij goed voor jezelf gaat zorgen. De laatste bonustip die ik je wil geven, is dat HSP'ers geneigd zijn zich heel erg aan te passen. Wat er gebeurt is dat wij onszelf kleiner maken en naar de pijpen van andere mensen gaan dansen. Waar komt dit door? Er is een patroon zichtbaar tussen HSP en verlatingsangst. Omdat we ergens diep van binnen dealen met het niet verlaten worden, willen we iedereen tevreden houden. Dit maakt dat jij je geen beter mens gaat voelen, want het is alleen maar zelfbescherming om niet verlaten te worden. Vraag jezelf eens af in welke situaties of bij welke mensen jij je aanpast, waardoor jij onbewust niet verlaten kan worden en goed gevonden wil worden. Dit waren de HSP-tips. Ik hoop dat je er iets aan hebt gehad. Voor meer informatie volg mij op Instagram, Daphne Beetraat, of
op mijn website www.daphnebeteraad.nl. Fijne dag en bedankt voor het luisteren.